zou je je leven inrichten als je je niet druk zou hoeven maken over het betalen van je vaste lasten? Zou je dan niet precies gaan doen wat je altijd al wilde doen? Dus ik wilde een experiment aangaan waarin ik een jaar lang eens een keer niet bezig was met hoe ga ik geld verdienen, maar meer met wie ben ik, wat wil ik creëren. Dit resulteerde in een van de grootste besluiten die ik ooit heb genomen, om mezelf een onvoorwaardelijk basisinkomen te geven. Ik keek naar mijn spaargeld en ik zag dat ik ongeveer genoeg had om een jaar lang in mijn vaste lasten te voorzien. Het jaar is ondertussen voorbij. Ik kan gewoon niet voor mogelijk houden hoe mijn leven veranderd is. Ik ben gewoon gaan doen waar ik enthousiast van word, waar ik energie van krijg. Hoe kan ik bijdragen en niet hoe kan ik hier geld aan verdienen? Nou, het begon met liedjes maken, teksten schrijven. En ik ben uiteindelijk achtergekomen dat er twee dingen zijn die ik heel erg leuk vind. Het ene is dingen maken en het andere is mensen blij maken. En die dingen wil ik graag met elkaar combineren. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat ik prentenboeken wil gaan schrijven. En ik ben me gaan verdiepen in het fenomeen geluk. Daarnaast ben ik video's gaan maken over positiviteit, geluk. Die video's zijn al in totaal meer dan 7 miljoen keer bekeken. Op een gegeven moment ontstond de vraag, hoe kan ik nou zoveel mogelijk mensen op de wereld gelukkig maken? Dat resulteerde in een platform waarop ik een geluksles deelde die ik heb ontwikkeld, zodat leerkrachten dit over de hele wereld kunnen gaan doen. En het gave is, die les is al iets van 20.000 keer gedownload, naar 8 verschillende talen vertaald. En ik heb geen idee hoeveel leerkrachten en kinderen dit eigenlijk al bereikt hebben. En dat allemaal omdat ik gewoon eens een keer niet bezig was met hoe ga ik hier geld aan verdienen. Op het moment dat die angst wegvalt van hoe ga ik rondkomen, dan ineens is er ruimte om iets nieuws te doen, om te innoveren, om te creëren. Dus juist door te ontspannen en lekker te gaan doen waar je gelukkig van wordt, dan werk je veel effectiever. Dus ik hoop dat we daar op een gegeven moment als samenleving ook echt naartoe kunnen werken. Dat we denken, laten we mensen die daar behoefte aan hebben zo'n inkomen geven. Laten we met z'n allen niet geld centraal stellen, maar waar de waarde.